Onze eenduidige manier van meten en wegen hebben wij te danken aan Napoleon. Vroeger had namelijk een pond aardappelen in Maastricht niet hetzelfde gewicht als een pond aardappelen in Ankerveen. Alles daarover vindt u in het Weegschaalmuseum in Naar de Vesting. Vanmiddag komt in derde termijn vanuit dit museum. In het politiek-maatschappelijk discussieprogramma van Gooi TV praat Ruud Bochart vandaag over de lokale economie en toerisme in de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren. Goeiedag. En straks gaan VVD en D66 met elkaar in discussie. In deze aflevering van In Derde Termijn staan we ook nog stil bij het verkiezingsdebat in Muiden. Bij een verkiezingsstunt van het CDA. En ik moet nog even iets rechtzetten voor wat betreft de uitzending van vorige week. Toen sprak ik met GroenLinks en de ChristenUnie over de onveilige situatie bij de spoorwegovergangen in Bussum. En ik verwees toen naar beelden die ik wel noemde, maar u niet heb laten zien. En dat is een beetje sneu voor onze cameraman Frits van den Berg, want die hebben er op een vroege maandagochtend zo rond 7:00 op uitgestuurd om beelden te filmen van fietsende scholieren. Waarbij we nog eens zien hoe onveilig die spoorwegovergang is bij de Generaal de la Rijlaan. Nou, we gaan u die beelden nu tonen. D66, welkom Mirjam van Meerten. U bent de lijsttrekker van de VVD. Ook welkom hier in het Weegschaalmuseum. Ik begin met u, mevrouw van Meerten. Goed nieuws voor u over de vesting. Wat is het goede nieuws? Nou, het goede nieuws is dat de minister gisteren in de Tweede Kamer heeft toegezegd dat hij de komende 2 weken juridisch gaat onderzoeken of de vestingwerken in de Stichting Goois Erfgoed kunnen en op die manier in de vereniging NMO geplaatst kunnen worden. En dat zou betekenen dat wij... Dus niet rechtstreeks in de NMO? Nee, nee. Maar in een soort stichting die daaronder hangt? Ja, de Stichting Goois Erfgoed, waarop erbij nog meer mooie Gooise monumenten in kunnen komen. Ja. En, wat is daar het voordeel van? Nou, dat voordeel daarvan is dat wij daarmee ook op het gebied van, zoals we dat noemen, governance, maar dat wij een stem krijgen binnen de NMO. Dus, zeg een maar, zetel. Gooise Meren straks heeft dan invloed op wat er met die vesting gebeurt, ja, het onderhoud van die vesting, dat soort zaken. Ja, en in ieder geval invloed op waar de NMO, de vereniging NMO, die beslist over die monumenten die worden afgestoten en dus ook over de vesting. En op het moment dat jij in die vereniging plaatsneemt, dan heb je daar ook zeggenschap. Goed. Dat wat betreft de vesting, ja. Laat ik meteen even een bruggetje maken naar het toerisme. Ja. Want in uw verkiezingsprogramma las ik dat u vindt dat er wel wat meer toeristen nog mogen komen, ja, deze kant op. Dat klopt. En wat dat betreft worden we ook op onze wenken bediend. Want in Amsterdam komen steeds meer bezoekers. En daar heeft men gezegd van nou, graag heel veel van deze bezoekers uit Amsterdam naar de omgeving. Ze hebben daar een heel groot marketingprogramma voor bedacht. Ja. Onze regio heet Castles and Gardens of Amsterdam. En we hebben dus inderdaad Amsterdam Castle in Muiden staan. De vestingwerken zijn Amsterdam Fortress. En op die manier, met een goede samenwerking, proberen we veel meer toeristen hier naartoe te halen. Ja, klinkt goed dat Amsterdam. Zeg ik een beetje cynisch. Want je zou zeggen, onze eigen identiteit is toch Gooi, toch niet Amsterdam? Nee, maar voor die buitenlandse bezoeker is dat een prima marketing truc, noem het dan maar zo. En voor onze landelijke bezoekers blijven wij natuurlijk gewoon naar de Muiden en Bussen. Ik had laatst een groep van Duitse journalisten en die vroegen waarom Gooi TV heette. En die begrepen niet dat deze regio ook het Gooi heet. Dus daar kan ik in meegaan. Ja. Meneer Balzar, hoe kijkt D66 aan tegen het trekken van meer toeristen naar onder andere Muiden Slot, naar de vesting? Nou, ik denk dat wij daar eigenlijk hetzelfde in zitten.
Ook wij vinden, en dat staat ook in het verkiezingsprogramma, dat we meer toeristen naar deze nieuwe gemeente kunnen halen. Ik denk dat er een heel mooi effect kan zijn van het samenwerken met vestingwerken, Muiderslot, eventueel ook een bus- en fortwerk 4, om daar een heel mooi geheel van te maken, synergie op te bouwen. Ja. En dus ja, ik denk op zich dat dat een hele goede zaak is en dat, daar staan wij voor. Maar die bewoners, laten we even vanuit de vesting nemen. Ja. Vinden die het nou prettig dat op zondag en op zaterdag hele hordes toeristen voorbij trekken? De druk wordt natuurlijk wel groter in vesting. Zou ik het mogen combineren met de vesting Muiden, het antwoord zeg maar? Ja. Ik denk, als je kijkt naar de leefbaarheid en eigenlijk het karakter van Muiden, de vesting Muiden en de vesting Naarden, dan is het heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat, dat er verlevendiging blijft en komt. Als je kijkt naar een aantal winkels zeg maar, in Muiden, daar zie je gewoon dat, dat de ondernemers daar het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. En als je dan de mogelijkheid hebt om meer toerisme naar de stad te halen, dan krijg je meteen dat, dat deze ondernemers het makkelijker makkelijker krijgen. En daarmee hou je dus het karakter van een stadje als Muiden en ook de vesting in stand. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan moeten de bewoners die overlast ervaren, die moeten dat dan maar even voor lief nemen. Kijk, ik denk dat je als gemeente ook ervoor moet staan dat je overlast beperkt, minimaliseert. Dat moet je op die manier invullen. Dus voor ons is het niet noodzakelijkerwijs dat meer toeristen ook tot absoluut meer overlast leidt. Als je bijvoorbeeld gaat naar een evenement die in Muiden recent is gevoerd, Muiden Pampus Muiden, en zo zijn er ook heel veel hier in Naarden, dan zie je juist dat die stad levendig wordt en dat mensen dat leuk vinden. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het wat minder leuk vinden, maar ik denk dat het grote deel van de inwoners, en ik heb datzelfde geluid ook hier in Naarden gehoord, dat die dat op prijs stellen. Ja, ik heb daar wel een aanvulling op. We hebben daar heel goed naar gekeken, ook in Naarden. Juist om die balans te blijven houden, want dat is wel degelijk een punt. En dat hou je niet doordat je zegt, nou ja, laat het maar komen. Nee, daar heb je echt wel een bepaalde visie voor nodig. Nou, de visie die we hier hebben neergezet is het zogenaamde haltermodel, waarbij we dus de winkels en horeca geconcentreerd hebben op een bepaalde plek. En daarmee kun je het veel beter de overlast zeg maar beperken tot die Marktstraat en een gedeelte van de Kattenhagenstraat en rond de Grote Kerk. Ja. Want je hoeft bij ons geen aanvraag voor een café in te dienen hier aan het begin van de straat bij dit prachtige Weegschaalmuseum. Want dan zeggen we sowieso nee, dat gaat niet, want dat past gewoon niet in de gedachte zoals wij de vesting willen vormgeven. En ik denk dat dat ook heel goed is, ook voor winkeliers, zelfs ook voor Bussum, is dat je gewoon zegt, bepaalde horeca en detailhandel zet je bij elkaar. Okay. En dat betekent ook dat die evenementen daar plaatsvinden. Ja. En dat je ook een voor het autoluw maken van de vesting en de vesting Muiden, dat je daar gewoon een aantal zondagen voor aanwijst per jaar. En dat ook niet alle zondagen doet, want niet alle bewoners zitten daarop te wachten. Ja. Het zijn in ieder geval pogingen om de lokale economie op onderdelen te stimuleren. Meneer Balzar, hoe past de zondagsopening daarin? Nou, wij zijn absoluut voor een zondagsopening. Ja. Daarbij willen we wel heel goed kijken naar de gebieden waar de winkels in liggen. Kijk, als je in een gebied zit waar dat niet wenselijk is, dan moet je daar niet op doorzetten, zeg maar. Maar het uitgangspunt is zondagsopening. Dat is, dat en geldt het dan voor alle winkels of alleen voor de supermarkten? Nou, daar zijn we op zich vrij ruimdenkend in. We vinden dat, dat alle winkels daar gebruik van moeten kunnen maken. Het is niet een verplichting dat ze dat doen. Ze hebben zelf de keuze om het wel of niet te doen. Maar we willen wel echt benadrukken dat je wel per gebied moet kijken of je dat moet doen. Als je in een heel erg kindrijk gebied bent of een gebied waar heel veel mensen wonen en die daar dus echt overlast van zouden ondervinden, dan moet je dat direct aanpakken. Ja. Dat ten eerste. En als het dan niet blijkt te werken, dan moet je ook de beslissing durven nemen om het niet te doen. Maar het uitgangspunt is zondags open. Overal, in alle dorpskernen zal ik maar zeggen. Ja. En in de buitenschillen voor alle winkels. De VVD. Ja, wij zijn daar dan nog ruimer in. Wij vinden dus dat als je ergens zondagopenstelling toestaat, dan moet je dat overal doen.
in alle kernen. Want anders heb je gewoon te maken met... Ook in met die kinderrijke buurten, ja, van meneer Balzac. Ik kan niet tegen de ene Albert Heijn eigenaar zeggen van... jij mag niet open, want jij zit in een buitengebied. En in de Albert Heijn in het centrum wel. Want dan hebben we gewoon te maken met oneerlijke concurrentie. En dat heeft voor mij niets te maken met dapper zijn of wat dan ook. Maar dat... He, dan kun je sterker... Ik denk niet eens dat het rechtmatig zal zijn. Ik wil even benadrukken dat het... ik gaf het even als voorbeeld. Hè. Dus als er toevallig een gebied is waar je als gemeente zegt... van, nou ja, dat gaat niet goed werken. Dan moet je overwegen om daar geen winkelopening te doen, zeg maar, op dat tijdstip. Ja. Maar het was echt puur een voorbeeld. Ja. Even de strijd van wie het meest ruimhartig is. Want in uw programma, meneer Balzac, van D66 las ik... dat u dat ook overweegt voor 's avonds... Of s'nachts weet ik eigenlijk niet meer, maar in ieder geval s'avonds. Nee. Ja, wij willen echt dat de combinatie bijvoorbeeld van horeca en de openingstijden van winkels, van detailhandel, versterkt elkaar. Ja. Mensen die willen niet altijd om 6 uur bijvoorbeeld een hapje gaan eten, die willen het misschien om 7 uur of 8 uur doen. Waarom combineer je dat dan niet met de openstelling van detailhandel tot later? Dus zo zien we dat. Maar die kroegen die gaan om 12 uur, 1 uur dicht. S'nachts. Ja, wat bedoelt u daarmee dan? Nou, dus dat betekent dat een supermarkt ook op dat tijdstip kan sluiten. Ja. Dan neem ik u heel letterlijk, maar... Dan neemt u me heel erg letterlijk, ja. Kijk, ik vind dat je altijd moet kijken hoe je, zeg maar, detailhandel en horeca met elkaar samen kunt laten gaan. En als dat elkaar kan versterken door overlappende openingstijden te bewerkstelligen, dan denk ik dat we daar voorstander van moeten zijn. Ja. We gaan nog wat andere punten belichten. De VVD, ik lees in uw programma, mevrouw Van Meerten, de VVD wil lagere kosten. Toen vroeg ik me af, nou ja, Muiden en Naarden, die hebben straks lagere kosten. Want hun OZB gaat fors omlaag. Bussen blijft op het oude niveau. Mm-hmm. Dus, hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, hoe we dat gaan aanpakken, dat is natuurlijk, en dat klinkt misschien... Ja, of afgezegd, maar nee, laat ik het zo stellen. Lagere kosten geldt voor iedereen. Of je nou in Bussum, Naarden of Muiden woont. Het is inderdaad zo, omdat de OZB regionaal ook en zelfs landelijk heel laag is in Bussum. En we hebben gezegd dat niveau handhaven we. Hebben Naarden en Muiden daar direct profijt van. Profijt van, precies. Nou, verder vinden wij als VVD dat als je gaat fuseren, dat je uiteindelijk dat iedereen daar... doordat je effectiever kunt werken, efficiënter kunt werken in zo'n gemeente, dat die kosten of die lasten voor de burgers, wat ze betalen, omlaag zouden kunnen gaan. Dat betekent wel dat we de komende jaren echt wel werken aan de winkel is. Want dat, je zult toch ook moeten gaan bezuinigen en goed moeten gaan kijken waar je dan, hè, om dat niveau van OZB vast te houden in lage lasten. Want we hebben wel een taakstelling, die hebben we gewoon. Ja. Zegt die groeit tot zo'n 3 miljoen in 2018. Ja, ik wil net vragen, wat moet je ombuigen? Nou, we moeten zo'n 3 miljoen structureel, volgend jaar nog eigenlijk niks. Een ton of wat, of een paar ton. Omdat we heel veel, maar het is heel technisch, uit reserve gaan halen. Ja, okay. Maar we zitten op zo'n 3 miljoen structureel bezuinigen... op een begroting van 120 miljoen. Ja, ja. Als je dat aan een ondernemer voorlegt... Ja, die is helemaal... Die zegt, nou, dat is te doen. Waar heb je het over, exact. Ja, ja? Nou, maar nou, die 3 miljoen, is dat nou die 3 miljoen? Want u bent ook van plan, volgens uw verkiezingsprogramma... om de bruggelden en de sluisgelden af te schaffen in Muiden. Mm-hmm. Dus dan zou het tekort alleen nog maar verder oplopen. Mm-hmm. Klopt. Ja, daar moeten we in ieder geval ook dekking voor gaan vinden. Ja, en dat welke klopt. Keuzes wilt u gaan maken? Nou ja, dat is een hele interessante of vraag. Of dat pas op 19 november te maken? Want er zijn al geen gelden meer voor de brug en de sluis in Muiden. Dus als je in Muiden met je bootje aankomt varen, kan je gewoon door de sluis en hoef je niks te betalen. Dat is al een paar jaar geleden ingevoerd. De achterhaalde passage in het verkiezingsprogramma. Dat is, ja. Kijk. Ja. Die durf ik dan hebben we die eruit gehaald als dat werkelijk zo is. Sorry, dat was niet zo bedoeld, maar... Ik zal het voorleggen aan de Muidenaren onder ons. Ik was hier maar alleen op de programma's. Ik kan het nu niet weerleggen of... wat ik heb begrepen, we hebben dit verkiezingsprogramma met de Muidenaren samengesteld, dat dit een punt is daar. Dus hetzelfde. Kijk, wij vinden gewoon dat we alles wat we doen, dat we daar kostendekkend in moeten zijn. We zijn natuurlijk van... Maar als u keuzes maakt voor 2015, welke keuze maakt u dan? Zegt u dan, we gooien een zwembad in Muiden eruit, of gooien het zwembad in de Bussum eruit, of we geven geen subsidies meer aan weet ik veel wat? Nou ja, voor de VVD zijn er geen taboes daarin. Wij vinden wel, en daarvoor hebben we ook bijvoorbeeld een aanzet gemaakt hier in Naarden, dat je daar ook je inwoners bij moet gaan betrekken.
Want dat kunnen gewoon inderdaad hele maar vervelende... Mijn inwoner, dan ga ik een beetje flauw worden. Je inwoner zegt, 18 november wil ik stemmen. Ja. Dan moet ik een keuze maken tussen de VVD en D66. Ja. Ik wil gewoon weten, blijft die bibliotheek nou open of niet? Ja. Nou, kijk, die bibliotheek die blijft zeker open. Maar het kan zijn dat die bibliotheek open blijft in een ander soort vorm. Want wat wij gaan vragen aan de bibliotheek, maar ook aan het zwembad, van ga kijken of je efficiënter en op een andere manier kunt gaan samenwerken. En dat gaan we dan aan al onze subsidiënten vragen. Ik vraag überhaupt nu ook al aan iedereen die van de gemeente naar de subsidie krijgt van ons. We willen dat jullie ook zelf voorzienend kunnen zijn. Dus ga kijken hoe je op een andere manier geldstromen binnenkrijgt. En ik vind dat heel normaal in deze tijd, dat vindt de VVD. Ik wil daar nog wel even iets verder op ingaan, want waar wij ook aan zitten te denken is, we hebben een welzijnsorganisatie hier in de Gooi, in Vegstreek. Versa. En dat is de enige grote welzijnsorganisatie. Dus waar wij ook aan zitten te denken is ook om die markt open te gooien, om te kijken van, kunnen er ook andere aanbieders hier binnen de Gooi en Vegstreek, binnen Gooi Meren, dit soort taken vervullen. Maar dat betekent dat ze dan goedkoper zouden moeten doen? Ja, voor een bepaald bedrag. Ja. Okay. Meneer Balzoy, heeft u concrete voorstellen om de tekorten te lijf te gaan? Nou, wij zitten er iets anders in dan de VVD. Ook wij staan voor lage lasten. Ja. En ook wij willen die lasten zo laag mogelijk houden. Daarbij gaan we altijd eerst kijken, en dat heb ik ook al eerder gezegd in het vorige debat, dat we gaan kijken naar welke voorzieningen wij echt noodzakelijk achten voor deze gemeente. En een zwembad, zowel door het net als in Bussum, en een bibliotheek is bij ons absoluut veilig. Daar willen we absoluut aan gaan komen. Dat vinden we heel belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen. Ja. En dus we gaan eerst kijken naar de voorzieningen. Dan gaan we kijken, en dat doen we eigenlijk hetzelfde als de VVD. We gaan kijken hoe we dat kunnen betalen. Of er eventueel gesneden moet worden in de organisatie. Of er eventueel gereorganiseerd moet worden. Hoe je efficiënter kunt werken. En alleen als het niet anders kan, dan zouden we bereid zijn om wat met de OZB te doen. Goed, maar het uitgangspunt is absoluut om de OZB op het niveau te houden zoals het in Bussum is. Maar we vermoeden dat dat heel erg hard wordt om dat voor elkaar te krijgen. Oké. Nou heeft iedereen het met steeds over geen verhoging van die OZB. Toch even een gewetensvraag, want het inflatiepercentage... En zo is dat, want moeten we even dat heel duidelijk stellen. Dat wordt er gewoon op losgelaten, hè? Ja, waar je over praat is dat je eigenlijk, we moeten het eigenlijk goed zeggen, het OZB-tarief verhogen we niet. Behalve met die 2% inflatie, en dat gebeurt eigenlijk altijd al. Oké. Ik ga nog naar één laatste punt. Ja. De leegstand, er is natuurlijk leegstand. Hoe denkt D66 de leegstand aan te gaan pakken? Een goed voorbeeld is volgens mij wat er nu in Brinklaan is gebeurd, op de Brinklaan. Dus daar, in Bussum. In Bussum, sorry. Ja. Daar waren bedrijfspanden, daar is een lange tijd leegstand in. En die leegstand is nu aangepakt door op die plek appartementen toe te staan. Dat is één. Dus dat is vind ik een heel goed concept. Ik denk dat het ook voor zorgt dat het centrum van Bussum compacter op die manier kan worden. En in gesprekken zeg maar, met heel veel inwoners van Bussum, is toch wel naar voren gekomen dat daar ook wel behoefte aan is. Dat men behoefte heeft aan een compacter centrum. Ik heb recent meegedaan met de Bussum Safari van Pro Bussum, Stichting Pro Bussum. En ik vond het heel leuk om te zien hoe dat ook zeg maar, wordt aangepakt. Het is een heel goed initiatief. En daar zie je ook dat met de dorpsmanager, dat daar invulling wordt gegeven aan het opnieuw gebruiken, op een andere manier gebruiken van bedrijfspanden. Heel actief inzetten daarvan. En ik denk ook dat in Bussum door een D66-wethouder het dorpmanagement heel goed is opgepakt. Door juist met inwoners en met ondernemers te praten over hoe je het centrum aantrekkelijk kunt maken. Ja. Heeft de VVD nog iets aan te vullen? Nou, eigenlijk niet. Ik ben het volledig eens met D66 dat een stichting als Pro Bussum de investering driedubbel waard is en terugverdient. Ik vind het geweldig ook hoeveel vrijwilligers zich daar eigenlijk inzetten. Dus ja, die verkleuring ook. Je zou kunnen zeggen, op de Vlietlaan kun je ook al zien van, nou, er staan een aantal winkelpanden staan daar langdurig leeg of komen snel achter elkaar leeg. We moeten in deze nieuwe gemeente echt gaan bouwen voor starters. En je daar zou je kunnen zeggen van ga daar in ieder geval op die Vlietlaan omkleuren, zoals we dat technisch noemen, naar starterswoningen. Ja. Waardoor je dat centrum compacter maakt en aantrekkelijker. Want het gaat, en dat is heel erg belangrijk bij het winkelen op dit moment, het gaat om beleving. Je wilt gewoon dat je inwoners een goede beleving hebben. Ik denk wel, nog als aanvulling daarop,
Als je kijkt naar de detailhandel, het is ongelooflijk belangrijk om dat regionaal aan te pakken. Want als wij een compacter centrum maken met een andersoortig aanbod of een andere met een aantal grote winkels en in Hilversum breiden ze het uit of in Huizen breiden ze het uit, dan zijn we nergens. Ja, ja. Dus het is heel erg belangrijk om dat regionaal aan te pakken. Absoluut, goed. Ja. Ja. Mirjam Vermitte, dank voor uw aanwezigheid. Ja, Maarten Balzar, bedankt. Het is in Bussum naar de Muiden verkiezingstijd en dat betekent dat de diverse politieke partijen natuurlijk ook allerlei verkiezingsstunts hebben. Het CDA afgelopen zaterdag bij de Nieuwe Brink in Bussum. Vooruitlopend op de verkiezingen van de gemeente van de Gooise Meren zijn natuurlijk allemaal leden van politieke partijen op pad om stemmen te krijgen. Zo ook de CDA. En die heeft toch wel even iets heel anders gedaan. Het onderscheidt zich een beetje en daarom zijn wij van Gooi TV hier. Nou, we zijn hier een ooievaarsnest aan het bouwen. Samen met een kinderboerderij Het Mouwtje. En dat is een heel mooi proces geweest, want 2 jaar geleden ben ik een boswachter tegengekomen in Polen, in een oerbos. En dan had ik de wens uitgesproken dat Bussum eigenlijk een ooievaarsnest nodig had. En deze man die was enthousiast geraakt daardoor, die boswachter, en we hebben contact gehouden. En na 2 jaar is het eindelijk gelukt om een plek te vinden in Bussum en de kinderboerderij Het Mouwtje. En dat was precies het moment van de verkiezingen, dus jij dacht kop in. Ja, ik denk nou, wij zoeken, een CDA is natuurlijk een partij voor verbinding. Mm-hmm. En wij zoeken overal verbinding met elkaar. En kinderboerderij Het Mouwtje was natuurlijk voor ons eigenlijk de gelegenheid om echt voor Bussum een openbare plek te creëren met een nieuw nest voor een ooievaar. Ja. Dus dat zou heel mooi zijn. En nou is de oproep eigenlijk dat iedereen in Bussum en vooral de kinderen meehelpen om dat ooievaarsnest te bouwen. Ja, dat zou heel mooi zijn, want het is natuurlijk ontzettend leuk als je van het begin af aan een nest ziet ontwikkelen. Want het is natuurlijk altijd afwachten of een ooievaar het nest kan vinden. Ja. En als we dan van het beginproces en eigenlijk het eindresultaat misschien een ooievaar en misschien jonge ooievaartjes daar kunnen vinden, ja, dat is natuurlijk een mijlpaal. Lieve beesten zie ik hier. Ja. Wat leuk. En hoe vind je het dat zo'n... Ja, ik vind het natuurlijk fantastisch. Het is echt heel erg leuk en een heel leuk initiatief van het CDA. En het geeft ook wel aan hoe belangrijk het CDA de kinderboerderij vindt. Het is toch echt een openbare plek. En wij hopen dat er ook veel mensen komen kijken en straks kunnen genieten van ooievaars. En er ook wat van kunnen gaan leren. Dat we een soort van educatie omheen kunnen gaan doen. Entermedia en Gooi TV organiseren 3 verkiezingsdebatten met elkaar in het kader van de verkiezingen op 18 november voor de nieuwe gemeente Gooise Meren. Hier ziet u een verslag van Margot van Herk en Lisbeth Sigersma van het verkiezingsdebat in Muiden. Het is donderdag 5 november en ik sta hier in de kazerne in Muiden, waar vanavond het 2e lijsttrekkersdebat wordt gehouden in aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Gooise Meren. Vanavond komen de volgende onderwerpen aan bod: burgersparticipatie, maar dan in het bijzonder het referendum, OZB, jongeren, starterswoningen en de koopzondag. Het debat wordt geleid door André Verheul, hoofdredacteur Entermedia, en Ruud Bochart, programmaleiding van Gooi TV. Ik ben niet heel ontevreden, moet ik eerlijk zeggen. De lijsttrekkers die hebben het goed gedaan volgens mij. Ik denk dat iedereen ook wel aan zijn trek is gekomen. Ze konden hun punten maken. En waar de tegenstellingen zijn, die kwamen ook wel naar voren. En dat is toch altijd wel lastig met zo'n debat. Want met 10 partijen heb je nooit 10 tegenstellingen. Heel vaak zijn ze het met elkaar eens. Dus ja, dan is het moeilijk om een debat te hebben. Maar het is wel gelukt, denk ik. Ik vond het een uitstekend en levendig debat. Wat ik een beetje mis, maar dat is inherent dat je naar een grotere gemeente gaat. Dat juist de specifieke onderwerpen van Muidenberg en Muiden dat minder belicht werden. Ook door de samenstelling van de 10 mensen die er nu staan. Maar dat is niet anders. Dat is gewoon wennen aan de nieuwe situatie. Dat snap ik ook. Ik vind het fijn dat iedereen alles vertelt. Ik hoor hier veel dingen vertellen over Naarden en Bussum. Terwijl we hier in Muidenberg zijn. Dat vond ik wel heel verrassend. Ik vind dat ze voor hier weinig aan bod zijn gekomen. Een hele hoop dingen komen op hetzelfde neer wat de partijen vertelden. Ik vind alleen jammer, de debatten worden in Muiden gehouden, maar ook in Naarden en in Bussum. En dan vind ik jammer dat de Muiden wat minder aan bod kwam eigenlijk. En ja, ik had wat meer daarvan verwacht, want hier zijn enorme problemen en daar heb ik ze eigenlijk niet over gehoord. Ik had het idee dat het erg veel over Bussum ging.
Dat idee had ik ook, ja. Ik heb er nog een opmerking over gemaakt. Dat is toch het aard van het beestje, denk ik, bij sommigen. Terwijl er toch veel mensen uit Naarden ook achter de tafel stonden. Ik sta op 7 voor de Partij van de Arbeid en ik wil dolgraag, ik ben Muidenberger, weer terug in de raad komen, maar dan die van Gooise Meren. Niet alleen voor Muidenberg, maar gewoon om voor Gooise Meren ertoe bij te dragen in de nieuwe raad. Dat er een goede sfeer is, goede samenwerking komt. Ik denk dat dat heel hard nodig is. Maar ook om de brug te blijven kunnen slaan tussen Muidenberg en het voor ons veel verder gelegen Bussum. Is er iets waarvan u denkt, ik wou dat ze het daarover hadden? Ik vind dat de duurzaamheid nog weinig aan bod is gekomen. Ik had heel graag willen horen over de sportcombinatie SC Muiden. Dat die op het ogenblik geen velden heeft. Je hebt ook de scholen kunnen niet meer sporten. Ze hebben het over zorg en ouderenzorg en dergelijke. Maar deze mensen, als die niet kunnen sporten en zo, hou je ze niet fit. En dan kun je later de rekening betalen doordat ze, of de mogelijkheid is, dat ze dan ongezond verder gaan leven. Nou, en de overheid en alles maken reclame voor heel veel sporten en alles. Nou, en dit is ontnomen eigenlijk en dat vind ik heel erg jammer. Ik vond dat dit debat veel levendiger was dan in Naarden. Dat was ook een heel aardig debat, maar dit was veel levendiger. De politieke partijen vergroten wat meer hun tegenstellingen uit. En wat ik merkte is dat de politici ook hun koudwatervrees hebben overwonnen. Dat merk je ook aan het einde van het debat. Toen kreeg iedereen 30 seconden om haar of zijn verhaal te doen. En iedereen bleef binnen de tijd. En dat was vorige keer niet. Waar hier niet over gesproken is, en dan heb ik het toch even, ja, want daar woon ik, over Muidenberg, met zijn ongelooflijk slechte bereikbaarheid. De jeugd kan na 10 uur 's avonds, als ze in Hilversum uit zijn geweest, of Bussum, niet meer terug. Ik heb wat oudere kinderen, zijn de deur uit. Maar ik ben al een jaar of 10 in die middelbare schooltijd, samen met mijn vrouw overigens, taxichauffeur geweest. Het openbaar vervoer, ook voor oudere mensen, ook voor de mensen met de smalle beurs, waar ik een aantal van ken die geen auto hebben. Die balen echt dat er maar 1 keer per uur een bus gaat. Als je naar Tergooi, naar het ziekenhuis moet, dan moet je dat echt timen. En dan ben je gewoon 1 keer in het uur, heb je vervoer. En in het weekend is het nog lastiger. Wij gaan na dit debat evalueren, ook met de gemeente. En dan gaan we kijken wat we nog gaan aanpassen voor maandag 9 november. En komen er dan nog stellingen van Naarden en Muiden terug of dat niet? Dat, dan ben ik een echte politicus. Dat gaan we evalueren en dat laten we jullie nog wel weten. Dus we horen nog geen suggesties, André? Nee, waar zou je het over willen hebben? Nou, onderwerpen die je misschien zelf gemist hebt. Ja, nou ja, we zullen er eens goed naar kijken. Nee, we gaan morgen kijken en we hebben een rijtje gemaakt en er zijn genoeg onderwerpen om het nog over te hebben. Het moet wel relevant zijn en we moeten het ook niet te vaak al gehad hebben, want dan is het ook niet leuk. Dus we gaan ook daar naar kijken. En je moet het wel zien als 1 totaal, die 3 debatten. Dus nou ja, ik denk dat we toch ook wel een aantal nieuwe stellingen moeten doen. Er wordt flink voor mij gelobbyd. Daar ben ik eigenlijk een beetje verlegen over. Het overkomt, maar ik vind het wel heel fijn. Want ja, als je 7 staat, moet je erbij rekening houden dat het allemaal niet gaat lukken. Zeker in zo'n eerste jaar, met zo'n fusie, willen mensen toch graag uit hun eigen kern ook de persoon die ze kennen in die raad hebben. Volgens mij kunnen jullie zo de politiek in. Ik weet niet, dat mag niet van mijn vrouw en dat is een hele verstandige opmerking van haar. Tot zover het tweede lijsttrekkersdebat in Muiden. Maandag 9 november is het slotdebat in het gemeentehuis in Bussum. En dat debat wordt in zijn geheel door Gooi TV uitgezonden vanaf 15 november. En daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze aflevering van In Derde Termijn. Volgende week zondag 15 november tot en met woensdag 18 november zenden we het verkiezingsdebat uit van maandag 9 november in Bussum. Dat georganiseerd is door Entermedia en Gooi TV. Dit was In Derde Termijn. U kunt deze en alle eerdere afleveringen van In Derde Termijn ook zien op het YouTube-kanaal van Gooi TV. Abonneer u op het Gooi TV-kanaal om altijd en overal op de hoogte te blijven van de laatste programma's.